Eén jaar coronacrisis brengt veel kunstenaars in de problemen. Zoals de Eindhovense fotograaf Maarten Kolen. Sinds het begin van de coronacrisis zijn de opdrachten bijna helemaal opgedroogd. Vooral in de eerste golf, toen we echt op slot gingen. Ja, het was gewoon 3 maanden echt alles op slot. Voor veel mensen zoals Maarten is er een nieuwe corona-noodregeling in Eindhoven. Cultuur Eindhoven en de gemeente schieten vooral culturele instellingen en bedrijven te hulp die normaal geen subsidie krijgen, maar die door corona nu wel in de knel komen. Dit is noodsteun om de crisis door te komen, waar het Rijk onvoldoende is. En er is in de culturele sector, er zijn organisaties, private musea zoals DAF Museum of soms festivals, die een waardevolle functie vervullen en die we wel willen behouden op langere termijn. Nou, omdat je gewoon verder helemaal geen inkomen hebt, zeg maar. Dus je valt helemaal stil. Inderdaad, maak gebruik van de TOZO. En nou heb ik inderdaad weer gehoord van dat Stichting Cultuur ook weer bezig is om daar bovenop, zeg maar, nog wat te kunnen, wat extra steun te kunnen geven. Om daar dan ook op die manier weer aan de slag te kunnen, aan jezelf te kunnen werken en te kunnen kijken van, wat wil ik nou eigenlijk en hoe kan ik mezelf positioneren weer opnieuw. Maarten maakt normaal veel fotoseries voor bedrijven en dan vooral foto's met mensen. En ja, dat kan nu natuurlijk niet. Ik werk heel veel samen met mensen samen, zeg maar. En dat, ja, die connectie die miste ik echt. Hè. Dus elkaar niet meer zien en daardoor ook niet meer tot inspiratie naar elkaar komen. Veel noodregelingen zijn een lening. En dan is het maar de vraag of het echt helpt, want je moet het toch maar kunnen terugverdienen. Maar deze regeling gaat dus echt om een subsidie. Een groot deel van het budget is echt bedoeld voor individuele makers, voor natuurlijke personen, om hen in staat te stellen om beroepspraktijk verder te blijven uit te oefenen. En een deel van de kosten dus daarvoor subsidie bij ons aan te vragen. Cultureel ondernemers kunnen zich vanaf vrijdag inschrijven voor de regeling.